leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Vandaag heb ik een Shein shoplog voor jullie. Dit is een samenwerking. Ik krijg hier niet voor betaald, maar ik heb de items wel opgestuurd gekregen. Ik mocht volgens mij op mijn hoofd 8 items uitzoeken. Ben ik heel erg blij mee. Ze waren namelijk heel erg te spreken over mijn vorige en eerste Shein shoplog. Dus dat is heel erg leuk. Ik zal hem hierboven even linken, mocht jij hem nog niet hebben gezien. En ben jij benieuwd wat ik heb uitgezocht? Blijf dan zeker even kijken. Doe alvast een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal. En dan gaan we snel beginnen met de video. Ik heb trouwens ook een kortingscode voor jullie. Ik pak hem er even bij. Met de code FLOORDELVER aan elkaar krijg je 15% korting op je order boven de 39 euro. Dus dat scheelt natuurlijk weer. En ik zal alles wat ik voorbij laat komen in deze video in de beschrijving linken. Mocht jij interesse hebben. Dus, Shein, let's go. Trouwens, ik noemde het altijd Shine. En ik keek video's van andere YouTubers die Shein zeiden. Dus ik noem het nu ook Shein. Geen idee, noem het lekker Shine of Shein. Hoe jij het lekker wil, maar ik noem het Shein. De doos heb ik hier voor me en ik leg hem lekker voor me neer. En dan pak ik eruit wat ik zie. En dan gaan we gewoon beginnen. Ik heb trouwens bij de vorige video heel veel vragen gekregen over mijn slotjesketting. En die is van Asos. Deze is van Bios Fashion. En het shirtje zelf is van Shein, van mijn vorige shoplog. Dus, openmaken. Toen ik mocht aangeven welke items ik graag wilde, heb ik een beetje in mijn achterhoofd met de zoektocht gehouden dat het herfst wordt. Ja, nog niet helemaal, maar gauw wordt het herfst en winter. Dus niet te veel rokjes, niet te veel topjes meer. Gewoon even iets meer richting de herfst. Heb ik geprobeerd. Althans, dat slaat ook nergens op, want zoveel herfstdingen zitten er niet in. Maar ik heb het wel geprobeerd. Goed, vooral lekker kort. We beginnen met het eerste item. En dat is... Oh, deze vind ik leuk. Oeh, die ziet er echt... mega goed uit. Dit kleurtje is trouwens echt een herfstkleur. Dus dit is super leuk met een panty eronder. En dan stoelen Dr. Martens of zo. Maar dit is een super schattig rokje. Met van die ruffles. Beetje gelaagd. Dus hij heeft van die laagjes. En hij heeft dus van die... ja, hoe noem je dit? Van die stipjes. Erop. Echt super leuk. Dit is echt zo'n roestkleurtje. Vind ik echt top rokje voor in de herfst. En dan met een zwarte grote sweater erboven. Zoals ik al zei, panty en Dr. Martens. Mega leuk. Hij voelt ook echt super goed aan. Er zit dus een elastieke band in. En ik heb hem in een maatje M. Waarom heb ik dat gedaan? Ik weet het niet. Op zich wel goed uit. Misschien heb ik ook wel een S gekund. Maar ik denk dat dit gewoon prima zit. Binnen is dit wel gewoon zo bekleed. Dus het kan niet echt doorschijnen. Dus dit super leuke rokje. En dit rokje is 11 euro. Maar mijn korting zit er nog niet op. Maar zonder korting is die 11 euro. Super leuk. Goed, ik heb nu het rokje aan. En die zit echt... super goed. Kijk. Het is toch helemaal top zo. De lengte achter is goed. En verder zit hij gewoon echt mega fijn. Ik heb geen idee wat dit is. Oh ja. Oh, dit vind ik wel heel erg leuk. Dit is ook weer een beetje in zo'n... ja, rood. Dit is wel echt een beetje bordeaux rood. Maar wel zo'n herfstkleurtje. Topje. Met een super schattige V-hals. En hij is dus cropped, maar wat ik ook heel erg leuk vind is dat hij mouwtjes zo'n ruffle heeft. En dit leek me dus echt heel erg leuk, want hij heeft zo'n bloemprintje met wit. Om dus onder een witte spijkerbroek te doen, of mijn witte flare spijkerbroek. Dit is toch heel erg leuk. Even kijken, hoe kan ik dit goed laten zien? Nou, je ziet het sowieso wel goed met de aanbeelden. In ieder geval zo dus. En mocht hij dus te veel V-hals hebben, dus echt heel veel inkijk, dan zit er nog iets heel leuks in waar het mee gecombineerd kan worden. Maar het ziet er heel erg leuk uit. Ik moet zeggen, het ziet er best... het ziet er best wel groot uit, maar ik heb geen idee. Het is niet echt een rekstofje, dus we gaan het zien met de aanbeelden. Ik heb deze in een maatje S. En deze kost maar 8 euro. Serieus, 8 euro. Dat is echt geen geld. En nu ga ik dit topje erboven doen. Dat zou ik dus niet met dit rokje combineren, maar wel met deze bralet. Oh, dat is helemaal niet nodig. Oh, heel leuk. Je hebt helemaal geen bralet nodig. Het zit gewoon perfect. Het is echt heel erg leuk. Niet boven... dit maar gewoon bij een witte spijkerbroek of zo. Heel erg leuk. Ik vind de mouwen ook leuk. En vooral de V-hals. Die past echt perfect. En mocht je wel iets zien, dan zie je gewoon een mooie bralet. Maar dat gebeurt niet. Wat ik ook doe. Dus ja, echt top. En hij heeft hier zo'n lekker rekstofje. Dus hierachter ook. Dit is echt van dat... ja, ik kan het niet laten zien. Maar het is echt super chill. Maar hij sluit wel aan. Ik ga nog op vakantie naar Kreta, Griekenland. Gaat nog door. Dus we gaan het zien. En dit leek me echt heel erg leuk voor in de avond als je een beetje bruin bent. Hij moet even gestreken worden, dus kijk daar even doorheen. Maar even serieus, hoe leuk is deze beige kleurig, echt zo'n zandkleurig jumpsuitje.
Het is dus een jumpsuit en hij heeft, het lijkt een beetje op een blouse. En hij lijkt ook een beetje op dat linnen materiaaltje. Ik weet niet of dat echt zo is, maar dit is de stof. Hij heeft hier ook knoopjes. En het lijkt op dat setje die Zara ook heeft, maar dan zit dit aan elkaar. En het is dus een broekje wat ik heel erg leuk vind. Ja, op de aanbeelden ga je beter zien hoe dit staat. Maar het is gewoon een super schattig jumpsuitje in het beige zandkleur. Vind ik echt leuk. Hou ik echt helemaal van. Ik heb hem in een maatje S en dat moet lukken. Want hij ziet er echt top uit. Ik denk dat ik hem wel pas. Dus ja, dit zie ik al helemaal voor me met leuke sandaaltjes eronder. En dit setje is 18 euro. Ik kijk trouwens ook altijd naar de reviews. En daarin wordt ook heel vaak gezegd of die op maat valt. Of als die groot of kleine valt. En daarop baseer ik zeg maar ook mijn maat die ik kies. Volgens mij is het eerste rokje, deze, viel ook kleiner. Waardoor ik een M dus heb gekozen. Omdat iedereen bijna aangaf dat die best wel klein viel. Dus op die manier baseer ik eigenlijk mijn maten. Dan de playsuit of de jumpsuit. Die vind ik echt amazing. Het is echt zo'n linnen stofje lijkt het wel. En ja, eigenlijk moet ik nog even, maar dat kan niet echt bij mezelf, de knoopjes hiervan dicht doen. Want dan heb je echt een super leuke ballonmouw. Kijk nou. Het is toch helemaal leuk. Hij heeft hier ook zo'n elastiekachtig iets, waardoor het lekker poefy valt, maar ook lekker aangaat. Gewoon, hij zit gewoon mega comfy. En het broekje zit ook top. Ik moet het alleen echt even strijken. Want nu lijkt het niet zo heel mooi, maar als je het strijkt, dan zit het gewoon top. Dus ja, dit vind ik ook leuk. En leuk als je hem ook helemaal open doet met een zwarte bralet of zo. Goed, dan dus het item waarmee we dat hele leuke topje wel kunnen combineren. Als het dus te veel V-hals heeft. Het heeft namelijk twee super toffe, soort van bralets zijn dit. In het wit. Ik vind deze echt heel mooi. Ik zocht dit ook al heel erg lang. Dus dat komt gewoon goed uit. En hij heeft dus zo'n mooi kanten onderkantje. De bandjes kun je ook verstellen, dus dat is ook top. Maar deze vulling, er zit gewoon vulling in, waardoor je dus ook geen BH aan hoeft. Die vulling kun je eruit halen als je dat wil. Ja, je kan hem eruit halen. Dus in het wit een bralet, maar ook in het zwart. Kijk nou, dit ziet er toch super mooi uit. En ik zou dus deze witte met het topje combineren, want er zitten dus witte bloemetjes in. En hoe tof is het als je dan echt zo'n mooi kanten randje ziet. Twee super mooie bralettes met vulling erin. Dus hè, geen nippel, doorschijn iets. Super chill, super handig. Ja, die heb ik allebei in een maatje S. Want het is dus een setje. Dus ik heb het in maat S. En het viel ook naar gewoon goed uit. Zeg maar niet groter of kleiner. Dus dat moet wel passen. En hij was 10 euro. Dus je hebt eigenlijk 5 euro per stuk. Dus 10 euro voor twee bralettes. Nou echt super tof. En de kwaliteit ziet er ook echt oprecht goed uit. Dus ik hoop dat het een beetje blijft zitten allemaal. Maar als dat zo zou zijn, zou dit echt een super koopje zijn. En dan heb ik hier de witte. En die zit ook gewoon super goed. Gewoon hetzelfde. En het is echt lekker rekbaar. Dus echt heel erg fijn. En ook een hele goede steuning voor mij. Ik heb niet de grote boefs, dus dan zit het gewoon goed. Dus heel erg blij. En dit is de zwarte bralet. Hij past echt perfect. Hij zit ook echt mega chill. Het is ook echt heel erg leuk boven dit rokje als het echt vet warm is. Dus ja, hier ben ik echt heel erg blij mee. Je kan hem dus nog verstellen, maar voor mij is dat niet nodig. Ja, zit gewoon echt super chill. Dan een best wel groot, dik item. En ik weet al wat het is. En dit was zeg maar in het oog van het wordt herfst. Ja, ik ben echt zo benieuwd of dit een beetje kwalitatief goed is. Het voelt mega zacht en dik. Even kijken. Ik kan dit echt niet goed laten zien op dit kleine beeld. Maar met de eyeshot zullen jullie het zien. Ik heb namelijk een trenchcoat. Het is echt een hele lange. Ja, dit moet ik echt even aanzien. Ik kan niet echt zo zien of het mooi is en of het goedkoop uitziet, zeg maar. Ik zie al wel hier een heel gek. Kijk, wacht, hoe ga ik dit doen? Normaal heb je dan hier zo'n gevouwen stukje. Is echt een vet raar afgesneden puntje. Dus als dat zo blijft zitten, is het top. Maar als dat de hele tijd zo ga bungelen, ziet dat er heel goedkoop uit, vind ik. Ik heb goedkopere stofjes gevoeld. Ook bij de Primark en zo. Deze is echt heel erg dik. En heel erg zacht. Zeg maar, het schijnt ook totaal niet door. Het is ook niet zo dun. Dus dat vind ik wel heel erg chill. Maar ik moet dit echt even aanzien. Ik kan dit niet zo zien of het mooi staat of goedkoop staat of niet. 93% zei in de reviews dat hij naar maat viel. Dus ik heb een maatje S. En hij was 23 euro.
Dan de trenchcoat. En persoonlijk vind ik deze, ik weet niet zo goed, iets minder denk ik. Kijk, dit is precies waar ik bang voor was, die punt. Dat vind ik gewoon niet zo. Dus je moet hem echt zo, maar ja, dat blijft niet echt zitten als je gaat lopen of er komt een windje. Dan heb je die punt, maar die is gewoon niet zo mooi, vind ik. Dus ja, misschien dat je dit gewoon echt vet goed moet strijken of zo, dat het dan zo wel blijft zitten. Hè? Moet sowieso even gestreken worden of gestoomd, want hij is best wel kreukelachtig. Maar aan de andere kant is het ook wel weer een fijn, lekker stofje. Hij is wel lekker dik. Hij is ook heel lang. Ik laat even in de spiegel zien. Kijk, nou, het is natuurlijk niet mooi met dat playsuitje wat ik nu aan heb. Maar hij is heel erg lang. En ja, ik weet het niet zo goed met deze. Aan de ene kant vind ik hem heel erg leuk. En misschien als hij gestreken is, dat ik denk, yeah, dit is het. Maar aan de andere kant weet ik het ook niet zo goed. Alsof het een badjas is ook. Kijk, ik weet wat jullie ervan vinden. Ik twijfel. Maar het stofje en de kwaliteit is wel weer heel lekker. Maar of ik het model en de afwerking mooi vind, dat weet ik nog niet. Volgende item. Dit is een mega schattig blouseje. Het voelt wel een beetje goedkoop aan. Maar wat verwacht je ook van deze prijzen ook? Maar aan de andere kant, ja, hoe kun je het luxer aan laten voelen? Want het is wel zeg maar zo'n see-through blouseje, dus ja, dat is ook niet echt heel te doen. Maar dit is dus gewoon een heel simpel wit blouseje met, nou ja, see-through. Dus je ziet alles er doorheen. Het is gewoon doorzichtig. Maar overal zit dus van die witte stipjes op. Wat ik heel erg leuk vind, maar je zou vast denken, wanneer zou je dit nou aandoen? Dit is trouwens misschien ook wel leuk met een bralette en dan lekker open. Maar ik zie dit dus voor me als ik op vakantie ben, in mijn bikini, lekker dit blouseje eroverheen, alle knoopjes open, knoop er doorheen, een knoop zo, hoep, beetje over je schouder. Ja, zo zie ik het voor me als je lekker bruin bent. Hij heeft ook nog knoopjes hier bij de mouw en die kun je dan lekker open doen en lekker oprollen. En die is 13 euro. Ik hoop dat hij niet te strak zit hier, want soms zitten mijn blouses gewoon te strak. Ik hoop dat hij wat lekker losser valt. Misschien ga ik daarom een M moeten doen, denk ik nu. Maar goed, we gaan het zien. Deze super schattige witte blouse. Oké, ik zag het een beetje zo voor me, maar ik vind het wel jammer dat ik geen maatje groter heb gedaan. Want dan kan ik hem wat meer over mijn schouder doen. Maar daar zit het nu gewoon echt te strak voor, zoals je ziet. Dus ja, misschien heb ik wel gewoon een L gedaan. Lekker groot, lekker over je schouder. Maar ik heb dus nu een S. Maar zo kan het ook gewoon prima. Maar dan zou ik het dus wel met een witte bralet doen. Maar die witte zit waarschijnlijk hetzelfde als de zwarte. Dus ja, super schattig. En deze knoopjes kun je dus nog open doen. Die kun je dan ook nog zo opstropen, wat jij wil. Best wel veel wit weer. Oh, ik kies echt items voor de herfst. Nou, not. Oh ja, ja, dit moest ik gewoon nog hebben. Dit is een kimono. In het wit dus, maar echt van het kant. Dit moet je ook maar even op de aanbeelden zien. Maar dit is geweldig voor over je bikini heen. Het is gewoon een hele simpele witte kimono in het kant. En hij heeft hier nog een band waardoor je het lekker aan kan strikken. En dan heeft hij echt prachtige mouwen. Namelijk zo'n flare mouw. Super mooi. Dus dit komt echt helemaal van pas op mijn vakantie. Dus deze kimono in het wit. De witte kimono is 23 euro en heb ik in een maatje S. Ik zag alweer dat er heel veel maten waren uitverkocht. Dus hij gaat echt mega snel. Maar ik denk dat dit wel gewoon moet passen. Dus hier ben ik echt super blij mee. Oké, dan doe ik nu de kimono hierboven aan. Nou ja, dat is natuurlijk niet heel mooi. Sowieso, dit zet je niet. Maar het gaat even om het idee. Oh kijk, er zit gewoon al een gat in. Ik ging er met mijn vinger in. Oh, dat vind ik wel heel slecht. Ik ga hem wel gewoon meenemen en aandoen. Want ik vind hem echt mega mooi. Maar ik vind die gat wel echt... Ik heb dat niet eens gedaan, dus dan vind ik het gewoon slecht. Maar verder, je haar zit er wel een beetje voor. Het is gewoon echt een super mooi ding. Gewoon. Ik ga even op de stoel staan. Kijk. Valt echt tot bij je enkel gewoon. Heel mooi. Als je een bikini aan hebt. Echt super leuk. En een riempkoordje. Een touwtje waar je riem onder kan. Whatever. Jullie snappen wat ik bedoel. Maar dit leuke broekje. En dan hoort dus dit superleuke topje bij als setje. Kijk, nou, boven je bikini weer is dit toch echt geweldig. Dit is ook weer zo'n leuk kanten. Ja, geborduurd-achtig topje. Met hele leuke ruffles aan de bovenkant. Dit moet echt superleuk staan zo. En hij heeft dus een band die je helemaal leuk aan de achterkant kan strikken. Hij schijnt wel door. Hier zit geen onderstofje onder. Dus hem. Of je moet een witte BH aandoen. Of inderdaad zo'n bralet of zo. Of gewoon onder je bikini. Ik zou dus niet niks eronder aandoen. Maar dit is toch helemaal geweldig als setje.
En toevallig wou ik bij Lovies ook zo'n broekje nog bestellen. En ik was in een winkel die dat broekje ook had. Dus ik heb hem aangehad. Maar dat broekje zit zo strak. Ik had een maat S en ik kreeg hem gewoon niet echt aan. Het zat zo strak. En dit lijkt er wel een beetje op. Maar deze zit dan wat losser. En dat is ook precies wat ik zocht. En hij heeft nog een band voor dat broekje. Dus dan kun je hem ook nog lekker knopen. En dat is gewoon weer in hetzelfde stofje. Nou, dit setje die kost 18 euro. Dan zijn we bij dit setje. En die vind ik ook echt heel erg leuk. Ik vind de achterkant leuker dan de voorkant nog. Maar ja, ik heb nu bij mezelf gestreept, dus dat ziet er niet uit. Maar ik vind dit ook echt mega leuk. Het enige is dat ik dit even goed moet strijken, zodat het gewoon goed, kijk, een beetje zo valt in plaats van naar voren. Dus dat wel. En ja, je bralette. Ik heb dus niet die bralette onder. Dat is op zich wel leuk, maar met een bikini vind ik dit leuker. Gewoon boven je bikini even snel een outfitje aan. Het broekje zit ook top. Van mij mocht hij wel iets losser nog. Maar aan de andere kant vind ik het ook wel weer goed zo zitten. De achterkant ook. En hij schijnt niet door. Tenminste niet dat ik zie. Mega leuk. Ik vind het echt leuk boven mijn bikini. Dan was dit alweer de video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien. Check dus nog even de beschrijving. Daarin heb ik alles gelinkt. En de kortingscode FLOORDELVER voor 15% korting. Ik ben echt mega blij mee. Jullie hebben al kunnen zien of ik het paste, maar ik heb het nog niet gepast. Ik ga het nu straks passen. Dus ja, voor nu ben ik er blij mee. Ik hoop dat ik het pas en als ik het pas, dan ben ik er nog blij mee. Dus heel erg bedankt voor het kijken naar deze shoplog. Vond jij hem nou leuk? Doe dan even een duimpje omhoog. En dan zie ik jullie tot de volgende video. Doei!